Staatssecretaris Van Heemskerk heeft woensdagmiddag de nieuwe blikjesproductlijn van Coca-Cola in Dongen geopend. De nieuwe lijn moet in 2010 maar liefst 300 miljoen blikjes cola per jaar produceren. Vanaf woensdag begint de lijn met slechts 90.000 blikjes per uur. De Coca-Cola-vestiging in Dongen heeft fel gestreden om de bouw van de blikjesproductielijn in de wacht te slepen. De concurrentie met landen als België en Frankrijk was tenslotte groot. Nou, Dongen heeft het ook echt gewonnen. Het is internationaal aanbesteed en Dongen kwam als beste uit de bus. Mensen werken hier hard. Nederland is heel efficiënt, blijft de toegangspoort tot Europa. En buitenlandse bedrijven zoals Coca-Cola zorgen voor binnenlandse banen. En die kunnen we zeker nu, in deze moeilijke economische omstandigheden, heel hard gebruiken. Er komt zelfs een club die zich speciaal gaat richten op het naar Nederland halen van gecentraliseerde vestigingen van bedrijven in de voedingsindustrie, onder andere. Ja, we gaan een aparte strategische acquisitieunit opzetten die zich richt op de voedingsindustrie. Je ziet dat deze moeilijke economische omstandigheden ook kansen biedt. Want bedrijven kijken of ze dingen kunnen centraliseren. En dan wil ik dat ze in Nederland blijven en in Nederland uitbreiden. Of als ze kiezen voor één logistiek centrum, dat dat ook in Nederland komt. Dus daar richten we ons heel proactief op met acquisitie. Tot en met alle leden van het kabinet die zich in willen zetten om buitenlandse bedrijven in Nederland te houden of naar Nederland te halen. Hoe smaakt het eerste Dongense blikje cola? Nou, er gaat niks boven meet in Dongen. Hoe belangrijk is het voor de fabriek in Dongen dat deze uitbreiding van de productiecapaciteit in de wacht is gesleept? Dat is vanzelfsprekend voor Dongen een absolute pro. Hiermee groeit onze site met 30% qua volume. Onze site is nu de tweede grootste site op het continent van Coca-Cola Enterprises. Dat betekent dat wij een enorm belangrijke plant zijn voor Coca-Cola. En het aantal medewerkers, hoe groeit dat mee? Deze investering betekent een uitbreiding van onze plant met 24 arbeidsplaatsen. Coca-Cola in Dongen stelt alles in het werk om het waterverbruik bij de cola-productie terug te dringen. Per liter cola gebruikte de fabriek eerst 2 liter water. Nu is dat nog maar 1,67 liter. Ik zie tussen de petflessen productielijnen en de blikjesproductielijn nog een open ruimte. Wat gaat daar komen? Kunt u dat alvast verklappen? Dat is hartstikke goed opgemerkt. Ik kan het nog niet verklappen omdat ik het eerlijk gezegd zelf ook nu nog niet weet. Maar ik weet dat zoals Dongen nu aan de weg aan het timmeren is, dat ongetwijfeld die capaciteit ook nog op, of die ruimte ook nog opgevuld gaat worden.